Goedendag, mijn naam is Georgia Cardillo en dit is het meernieuws van vrijdag 1 februari. Met onder meer de volgende onderwerpen. Feestelijke opening Hoofdvaartkerk. Genomineerden voor de sporttoppers zijn bekend. En drie Vennepse judoka's gaan naar het Nederlands kampioenschap tot 21 jaar. Bico Vos, Twan van der Werf en Niels Dekker doen mee aan het Nederlands kampioenschap judo dat op 9 februari plaatsvindt in Nijmegen. Niet heel bijzonder, waren het niet dat ze alle drie leerlingen zijn van Judo Yushi in Nieuw-Vennep. In dit judocentrum worden ze momenteel goed voorbereid op hun eerste nationale kampioenschap door trainer Barry Piroli. De jongens hebben zich niet zomaar weten te kwalificeren voor het NK. Ze krijgen een intensieve training. Ze trainen met een programma. Dus het is niet zomaar dat ze één keer in de week trainen en dan toevallig goed zijn. Dus we werken daar structureel naartoe. Twan is natuurlijk typisch lichtgewicht, dus het tempo ligt wat hoger. Dus hij moet ook wat meer op snelheid trainen. Bico is een zwaargewicht, die zal dus wat meer op kracht trainen. En Niels is een middengewicht, dus die zal in beide goed moeten zijn. We weten redelijk goed wie in de gewichtsklasse de belangrijkste tegenstanders zijn. En we weten ook redelijk goed wat ze kunnen, dus daar kunnen we wel op trainen. We gaan even 1 minuut. Bico die pakt mij vast, bijvoorbeeld in mijn nek. Hup, ik maak los hier. Pak die meteen aan de andere kant vast. Ik heb dus vernomen dat jullie alle drie gekwalificeerd zijn voor het NK. Hoe doen jullie dat? Nou ja, door intensief te trainen en je partijtjes te winnen. En op die manier kwalificeer je vanzelf. Ik denk dat ten eerste vooral veel trainen is, maar ook vanaf jongs af aan misschien wel veel wedstrijd doen en zo de ervaring opbouwen. En jullie hebben dus alle drie les van Barry Piroli. Okay. Wat maakt hem nou eigenlijk zo'n goede leraar dat hij drie leerlingen zover heeft weten te krijgen om naar het NK te gaan? En dat hij coacht goed op toernooien natuurlijk, dus hij trekt je er echt doorheen als je niet meer kan in een wedstrijd. Dan geeft hij nog net even die drive om je door te zetten om een punt te maken. Zijn jullie er voor jullie gevoel klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Je werkt natuurlijk het hele jaar hiervoor, want het seizoen is zijn al eigenlijk halverwege het seizoen. Dus je bent dat hele seizoen bezig om deze week eigenlijk te gaan pieken om hier de prijs of de eerste plaats op het NK mee te nemen naar huis. Ik ben er zeker klaar voor. Ik sta nu vrij goed op zich in de ranking. En dan was dit zeg maar een extra, de Noord-Holland zou dan een extra toernooi zijn als voorbereiding. En dan kan ik de NK nu ook nog meepakken, dus dat is alleen maar mooi. Ja, ik ben er zo klaar voor als ik er klaar voor kan zijn. Ik probeer gewoon alles te geven in die laatste weekjes en gewoon zorgen dat ik daar wat neer kan zetten voor mijn doen. Wij wensen de drie judoka's veel succes op het NK en we gaan natuurlijk jullie prestaties nauwlettend volgen. En dit was het meernieuws van deze week. Voor de laatste nieuwsupdates luister naar onze collega's op de radio en bezoek onze website meertelevisie.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.